Welkom op het Eldred kanaal. Vandaag iets meer over 3D-printing. Wat is 3D-printing juist en wat heb je er allemaal voor nodig? Ik heb zo net mijn eerste 3D-printer kit onderdelen gekregen en we gaan eens kijken ook wat er eigenlijk allemaal in die doos zit en wat je ermee kan doen. Dus eerst en vooral, wat is een 3D-printer? Wel, als mijn kit in elkaar zal staan, hoop ik, dan zou het er zo moeten uitzien. Dat is eigenlijk de 3D-printer. Er zijn verschillende soorten 3D-printers. Wat er eigenlijk mee geprint wordt, is dat je normaal gezien wat je zou printen op een blad papier, hè, dat is tweedimensionaal. Nu, met een 3D-printer heb je nog een derde dimensie, namelijk de hoogte die erbij komt. Dus dat wil zeggen dat je op de computer verschillende 3D-designs kan hebben. In een CAD/CAM-programma, of in Google SketchUp, of in Blender. Misschien zelfs in Photoshop, CS. Hè, daar kan je allemaal 3D-zaken maken. En wat er gebeurt is, via een speciale software, die volledig open source is, dus gratis verkrijgbaar, de Replicator G wordt dat genoemd, kan je dus die ontwerpen in 3D in stukjes, in allemaal schijfjes gaan snijden. En die schijfjes worden door de 3D-printer dan geprint in plastic. Er bestaan al veel langer 3D-printers, vooral in de medische wereld dan, waaruit een soort metaalstof met lasertechnologie protheses gemaakt worden, tandprotheses, protheses ook voor geamputeerde ledematen en dergelijke. In de industrie zelf, als prototype, wordt de 3D-printer ook vaak gebruikt. Dus als een ingenieur een nieuw stuk uitvindt, of een nieuwe telefoon bijvoorbeeld, dan wordt hij eerst op een 3D-printer geprint in plastic, om te zien in de werkelijkheid hoe hij eruit gaat zien, hoe hij in de hand ligt enzovoort, vooraleer hij in productie gaat. Natuurlijk, die printers die zijn veel te duur voor mijn budget, en daarom dat er dus mensen zijn die begonnen zijn met te zoeken naar desktop 3D-printers. Dus eigenlijk printers die passen op een gewone bureau. Er zijn verschillende soorten projecten die aan het gaan zijn, want dat wordt ook open hardware genoemd. Hè. Dat wordt volledig opengesteld voor iedereen, dus je kan ook de source files zien. Er is niemand die daar een licentie op heeft, dat is de GPL-licentie. En dus iedereen kan er ook aanpassingen aan doen zoals hij zelf wil. Dus het is echt wel een do-it-yourself kit. Buiten de MakerBot, dus degene waar ik besteld heb, is MakerBot Industries. Die geven een volledige kit 3D-printer met een houten, dus triplex eigenlijk, omhulsel rond. Maar er zijn bijvoorbeeld ook 3D-printers van Mendel, Prusa Mendel bijvoorbeeld, die veeleer een opeenstapeling zijn van buizen. En aan elkaar zetten van buizen met een bouwplatform, die verwarmd is al dan niet. Met ook terug een extruderkop, waar dus de plastic, want het wordt geprint met plastic, de plastic gaat erin, wordt verwarmd, smelt, en het is die kop die op het bouwplatform dus eigenlijk die laagjes gaat printen, laag per laag, zodanig dat je dus een echt object krijgt. Misschien, zoals dat je hier zie je dat er een konijn ingeprint is. Ja, dat blauw konijn, dat is dus eigenlijk het resultaat van de print. Nu, hoe zit dat allemaal in elkaar? Wel, eigenlijk er zijn verschillende motortjes. Alle onderdelen voor die printer kan je dus ook zelf kopen. Je hoeft niet een kit te kopen in een bepaalde winkel of bij een bepaalde firma. Je kan ook gewoon losse onderdelen kopen en dan zelf alles in elkaar zetten. Het hart van de printer is dus ook weer zo'n prototype bordje, zoals die Arduino. Op de rest van mijn blog zullen er nog filmpjes komen met tutorials over wat Arduino juist kan en waarvoor je het gebruikt. Je kan ook al eens gaan kijken op de links die op de blog staan over Arduino. Maar dit is dus zo'n Arduinootje. Het is een heel klein bordje. Dat kost ook 24 of 25 euro, denk ik. En dat is een prototype bord. Daar zit dus één microprocessor op en een hoop digitale outputpoorten, inputpoorten in analoog, die zowel pulse width modulation, PWM, kunnen als digitale bloksignalen 0 en 1 aankunnen. En daarmee kan je dus van alles aansluiten, andere elektronica componenten, en die ook gaan sturen. Dus dat is volledig programmeerbaar. Er zit een USB-poortje op.
Dus dan kan je gewoon de USB-kabel in de Arduino steken en kan je zo dus de chip volledig gaan programmeren. Nu, in die 3D-printer zit ook zo'n soort bordje, al is het dan wel de grotere versie, de Arduino 2560, omdat die meer input- en uitputpoorten heeft. Voor de rest zitten daar nog een paar motortjes in natuurlijk, per bewegingsas. Dus de X-as, de Y-as en de Z-as hebben een steppermotor. Dat zijn motoren die je ook kan vinden in bijvoorbeeld radiogestuurde autootjes en dergelijke, of andere robots. Dus dat kan je gemakkelijk vinden in een modelbouwzaak. Buiten die drie motors zit er dan natuurlijk ook wel nog iets wat wij de extruder noemen. Dat is dus iets wat je zelf moet insteken. Dat is met een verwarmingselement. Daar zit ook een thermostaat opgebouwd. Zodanig dat dus de plastic, dus het filament, de plastic die er van boven ingaat, dat die dus kan smelten. En via een kleine nozzel of een kleine spuitmondje eigenlijk, wordt de gesmolten plastic op de bouwplaat gezet. Hier heb ik nog een afbeelding. Dit is eigenlijk het schema van de volledige elektronica, dus alle componenten. Je ziet drie bordjes voor de X, Y en de Z-as. Bovenaan is er nog een bordje met een motor die eigenlijk zorgt voor het voeden van de plastic rail. Er zit ook nog een veiligheids-cut-off switch op. Ja. En het rode vlak helemaal bovenaan, dat is eigenlijk het bouwplatform. In dit geval is dit verwarmd. Waarom? Omdat dus naarmate dat je hogere zaken gaat printen, als je in de midden van je lagen zit en je zou de onderkant, dus het bouwplatform, niet verwarmen, dan begint die plastic al terug te uitharden en kan hij dus krimpen, wat een gevolg heeft voor de rest van je print, dat die kan scheeftrekken enzovoort. Vandaar. Goed. Buiten de MakerBot Thingomatic zijn er dus ook nog de RepRap modellen. Dat kan je zien op reprap.org. Daar vind je vooral ook de Mendels en de Prusa. Je hebt ook nu in Nederland al een 3D-printer die eigenlijk heel veel gelijkt op de MakerBot, maar die een veel groter bouwoppervlakte heeft. Dus je kan er grotere dingen mee afdrukken. En dat is de Ultimaker. De Ultimaker, die zijn nog redelijk nieuw, dus er is ook nog niet zo'n grote community voor, maar ik ben zeker dat daar ook wel genoeg mensen zullen voor zijn. Buiten Ultimaker hebben we dan ook nog de Mosaic. Mosaic is ook van een andere firma, MakeGear, die ook eigenlijk een beetje gelijkt op de MakerBot. Dus, dit gezegd zijnde, laten we nu eens kijken wat er in de doos zit.